Samenwerking tussen milieu, derde wereld en landbouworganisaties. In verschillende plaatsen waren activiteiten en er werd veel informatie gegeven over de honger in de derde wereld. Maar vooral over mogelijke oplossingen daarvoor. In Markelo was er een gezamenlijk optreden van de Dolly Dots en Roberto Giacchetti en de Scooters. De entreegelden van dit dubbelconcert gaan naar een kamelenfokkerij in Soedan. Angela Groothuizen van de Dolly Dots was in Soedan. En ze is ervan overtuigd dat er wat gedaan kan worden aan het voedselprobleem. Honger hoeft niet. Het is in principe geen fondswervende week geweest. Het is alleen een week met heel veel activiteiten geweest. Alleen wij vonden gewoon, nou ja, als we nou toch een concert hebben, laten we dan de mensen het entree besteden voor kleine projectjes in Afrika. Want je kan met weinig geld heel veel doen. En ik denk dat dit geld naar een kamelenfokkerij gaat. Die zijn ze nu aan het opzetten in Soedan. De kamelen is in die landen een heel belangrijk bezit. En ik hoorde, dit is eigenlijk een van de projecten die ik op de laatste dag hoorde. En daar heb je heel weinig geld voor nodig om dat op te starten. Nou, de exacte details weet ik ook niet helemaal. Maar de man die dat opzet ken ik wel persoonlijk. En ik zorg ook dat hij het geld rechtstreeks krijgt. Je bent er geweest, hè? Ja. Hoe was het? Verschrikkelijk. Echt. Nadat ik er geweest was, werd me ook heel duidelijk dat het niet alleen op te lossen is met voedsel. Natuurlijk niet. Het voedsel, dat geef je en dat eet je op. Dus zoals iemand het zei, dweilen met de kraan open. Wat heel belangrijk is, is dat er inderdaad wat gedaan wordt aan de landbouw. Ik heb heel veel totaal onvruchtbare grond gezien. En als je dan weet dat Soedan vroeger de graanschuur van Afrika was. En ik zag alleen maar helemaal niets om me heen. Het is echt alleen maar kale velden. Dan zie je dat daar echt op een heel kort termijn mensen aan het werk moeten gaan om te zorgen dat die ontbossing tegengehouden wordt. En dat daar gewoon op een andere manier omgesprongen wordt met de landbouw. Er wordt veel te eenzijdig landbouw bedreven daar, waardoor die grond uitgeput raakt. En vaak is hetgene wat ze verbouwen daar om onze beesten, onze koeien hier te voeden, of om er zoveel mogelijk uit te voeren om de schulden te kunnen afbetalen die ze hebben aan de westerse landen. En deze week gaat ook onder andere over wat Nederland zou kunnen doen om daadwerkelijk veranderingen aan te brengen in de situatie. In Soedan was, we hadden eigenlijk iedereen kritiek op Band-Aid. Maar ik vind gewoon, wat ze nu aan het doen zijn, ze aan het kijken waar ze het geld aan willen besteden. En echt aan structurele dingen. Ze hebben toen heel veel geld gegeven aan voedselhulp. En ze hebben heel veel trucks gekocht. En ze hebben heel veel fouten gemaakt, omdat het een organisatie is die niet echt veel ervaring had. Ah, ik vind het even goed fantastisch hoor, wat ze gedaan hebben. En ik weet zeker dat het geld goed terecht komt. Maar ja, dit is natuurlijk wel kleiner. Dit is ook meer vanuit onszelf. Ja, het is een bijdrage, zo moet je het zien. Als bijdrage? Ja. Het is omdat die actie gaat over dat mensen nou eens even stil blijven staan. Waarom die honger er is. Dat het niet komt door overbevolking, dat het niet komt door droogte. Het is gewoon mensenwerk. Honger is gewoon gecreëerd door de mensheid. En er zijn 100.000 aanwijzingen en oorzaken voor. Het is goed dat je weet waar het door komt. Want als het zo doorgaat, dan is het dus in het jaar 2000 zijn er 1 miljard mensen die ondervoed zijn. Het zijn er nu nog een 450 miljoen, het zijn er 450 miljoen te veel. Want dat hoeft niet. Er is 2 keer genoeg voedsel om de hele wereld te voeden. Ja. Nou, wij vinden het gewoon heel belangrijk en daar gaat deze week over. Hij komt volgend jaar terug, dus volgend jaar is de bedoeling dat degenen die nu nog niet zijn geweest, dat ze dan wel komen. Er is een heel goed boekje uit, Honger hoeft niet boekje. En dat kunt u bestellen op het, bij de Honger hoeft niet secretariaat, Wilhelmine Gast, Huisplein 61 in Amsterdam. We laten het adres even zien.